Een hele goede morgen allemaal. Ik praat een beetje gek, want ik heb iPad op mijn oog. Ja, ik heb jullie in mijn vorige vlog al uitgelegd dat we eventjes aan die wallen gaan werken, jongens, want ik kan niet. Maar goed, het wordt wel even lastig praten. Oh my god, wacht even. Ja. Maar goed, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En dat wil zeggen dat het tijd is voor een nieuwe weekvlog. Ik ben excited, want in deze weekvlog gaan jullie dus zien hoe ik mijn healthy lifestyle op probeer te pakken. En wat ik er allemaal voor ga doen om weer een sport- en gezonde voedingritme erin te krijgen. Om daarmee te beginnen, begin ik vandaag maandag met een sappenkuur. Een sappenkuur van Juice Mood. Juice Mood heeft mij een pakketje opgestuurd met allemaal detoxappen. Lekkere detoxappen, mag ik hopen. Ze zien er lekker uit. Ik heb eventjes gelezen welke mixen dat allemaal zijn. Ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in. De afgelopen tijd, zijn de cocktails er lekker in gegaan. Een drankje is altijd wel lekker. Maar ongezonde eten, dat patroon moet even omgegooid worden naar een healthy lifestyle. Hoe ga ik dat doen? Door te beginnen met het detoxen van mijn lichaam. Los van de gezonde voedingsstijl wat ik wil oppakken, heb ik de afgelopen tijd ben ik in aanmerking gekomen met rook, alcohol, stress. Detoxen is daarvoor dus hartstikke goed. Maar ik heb het gedaan. Het is voor een beter immuunsysteem, heb ik nodig. Het is voor minder tegen stress, heb ik nodig. Het is voor sterker haar, sterkere nagels, heb ik nodig. Nou, zo zijn er nog hartstikke veel dingen waarvoor het goed is. En één ding wat wij snel vergeten is om goed te zorgen voor ons lichaam. Ik ben er één van, misschien jij ook. Dus wellicht is een sapkuur ook wel iets voor jou. Een ginger shot. Ik ben benieuwd wat het met mij gaat doen. Here we go. Lekker. Hij is nog een beetje bevroren. Maar hij is heerlijk. Heerlijk. Hallo, daar ben ik weer. Het is inmiddels alweer tijd voor mijn tweede sapje. Ja, ik heb een hele tijdschema erbij en zo, dus dat vind ik wel fijn. Hoef ik niet te plannen voor mezelf. Ik weet gewoon wanneer ik het in moet nemen. En er staat ook precies bij welke je moet innemen. En nu is het tijd voor mij voor de immuunbooster. Daarin zit wortel, lemon, appel en ginger, gember. En ik ben benieuwd wat deze met mij gaat doen. Nou. Oeps. Het is best wel lekker eigenlijk. Eerlijk? Het zag er zo oranje uit. Ik ben sowieso niet zo'n health freak. En ik vind het dus altijd een beetje een dingetje, als ik er naar kijk en het heeft zo'n grappige kleur, dan denk ik, ja, wortel, oh, not my thing. Maar het is lekker, zo'n grap. Echt. Als dit het is, dan lukt het me wel 3 dagen, hoor. Ja. Geen van die smaken overheerst echt hierin. Dat vind ik wel fijn. Ik heb eerder sappen geprobeerd. En dan kwam er een bepaalde smaak, kwam er echt heftig in voor, maar dat valt wel mee bij deze. Dus dat vind ik wel fijn. Nou, de bedoeling dus van deze 3-daagse detox is dat ik dus het 1 volhoud. Dat is 1. 2, dat ik ga kijken wat het met mijn lichaam doet en of ik me inderdaad ook wat meer in vol energie voel. En anyways, ik weet niet wat ik ervan kan verwachten. Ik ga gewoon kijken wat het met me doet. En ik ga mijn eerlijke mening met jullie delen. Wat voor effect het op me heeft gehad. Wat de bijwerkingen zijn geweest, et cetera. Na deze 3 dagen. Oh, even
de bus, ga ik dus het sporten weer oppakken. En waarom ik dat niet met elkaar combineer, is omdat er wordt geadviseerd niet te intensief te gaan sporten tijdens deze kuur. Nou, aangezien ik heel lang niet gesport heb, wil ik niet dat mijn lichaam ineens denkt, wow, what the fuck. Dus ik ga het eerst de detox doen, kijken wat dat met mijn lichaam doet. En daarna begin ik weer met sporten. Daarin neem ik jullie mee. Dit wordt een beetje een gezonde week met healthy lifestyle. En de bedoeling is dat ik dat blijf vasthouden. Maar goed, verder ziet mijn maandag er best relaxed uit. Ik heb wel een aantal afspraken. Daar neem ik jullie niet mee naartoe, want dat is iets voor later. Maar wat ik voor de rest op de maandag doe, daar neem ik jullie wel mee. Dus ik zie jullie straks weer. Doeg! Hallo jongens, ik heb Victoria net opgehaald van school en wij gaan nu even boodschapjes doen, want morgen is het paasontbijt op school en Victoria moet dan wat maken voor een klasgenootje, dus wij gaan een heel mooi paasontbijt maken en althans op wens van wat zij wilde hebben. Gelukkig is het niet zo'n hele moeilijke opdracht, maar goed, dat gaan we dus nu doen. En verder, het is heerlijk weer vandaag moet ik zeggen. Mijn gesprek ging goed. En ik ga even nadenken wat ik ga koken. Zien jullie dat straks ook weer. Het is weer tijd voor een volgende sapje. Dit keer de Green Power. Heeft weer zo'n gek kleurtje jongens. Spinazie. Romaine lettuce. Wat is dat? Romaine lettuce. Ik voel me heel dom nu, maar ik weet niet wat het is. Peer, appel en komkommer. Ben benieuwd. Ik ga niet ruiken, want als het gek ruikt, ga ik het niet drinken. Ook deze valt wel mee hoor. Ze vallen echt wel mee. Ik had echt verwacht. Maar ook deze keer ik wil drinken. Nou jongens, als ik het kan, dan kunnen jullie het helemaal hoor. Y'all know what time it is. Het is nu tijd voor cleans. Hi guys, daar ben ik weer even. We zijn net aangekomen bij mijn moeder. En we gaan hier logeren vandaag, omdat het anders laat wordt voor Victoria, want ik word zo opgehaald en dan ga ik naar de clipshoot van Biggie Dagu. Ja, heel gezellig en ik ga dus achter de schermen voor jullie filmen wat er precies gaat gebeuren, in hoeverre ik mag en kan filmen natuurlijk, maar dat komt vast wel goed. En er komt dus een nieuwe clipshoot uit. Een clipshoot uit. Er komt een nieuwe clip uit. Ja, er komt een nieuwe clip uit. En ik neem jullie gewoon lekker mee vandaag. Ik wacht dus even op mijn vriendin. En dan gaan wij die kant op. Ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ik heb alleen geen jas bij, maar dat is wel echt kut. Maar goed. Oh. Wedstrijdje? Jij en ik racen, kom. Nu, go! Hij komt, oh my god. Oké, jongens, we zijn onderweg naar de clipshoot. En we nemen jullie lekker mee. Ja, tot zo. Ik weet niet wat ik ervan kan verwachten. En ik weet ook niet of jullie me kunnen horen, want het raam is open. Maar we gaan het meemaken, jongens. We gaan het meemaken. Na 1 kilometer neem op de rotonde de eerste afslag naar Sicilië. Deze navigatie maakt mijn hoofd helemaal. Jongens, daar zit hij dan hoor. We zijn aangekomen op locatie. En we hebben ook weer deze jongens op bezoek.
Waar Biggie is, lijkt het alsof ze hem ruiken gewoon. Is toch niet normaal? Er komt gewoon meer aan. Een heel team, jongens. Even serieus. Kom op nou. Kijk onze superster hier. Hé, hey, jongen, hoe is het? Ik ben bezig. Durf je raam open? Hallo. Hey superster. Hoe is hij dan? Hoe is hij dan met jou? Hij zit helemaal ingepakt. Ja, hij zit helemaal ingepakt, ja. Waar ga je naartoe met deze wagen? Ik zal even een paar rondjes gereden, maar kijk, je vrienden zijn er. Ja, dan. Die heb ik net gezien inderdaad. Ja, nou, dus dat wordt gestopt dan? Nee. Het feestje gaat door, hè? Ja, het feestje gaat goed door. Nee, dit ben jij. Kom op nou. Kom op nou. Hey. Welke clipshoot is dit? Ja, wie je dat moet afblazen. De naam wordt wel veranderd nog, maar... Maar het komt eraan? Ja, het komt eraan. Oké, lekker man. Nou jongens, we komen net aan en wij denken we gaan lekker meedraaien met een clipshoot. Het lijkt alsof de smeris Denzel gewoon ruikt jongens, het is gewoon niet normaal. Maar goed, we zijn gewoon aan het shooten en we wachten eventjes tot de smeris weg is. En dan gaat het feestje gewoon door. We zien jullie zo. Nou, wij gaan nu even naar het tankstation, want er is een kleine opstopping. En ja, we hebben dorst. Dus wordt even drinken gehaald. En dan gaan we weer terug. Ik sla je deur altijd zo hard, hè? Pupo! Ah, Karel rijdt gewoon alsof dit is. Ze gaat gewoon over. Regenleven zijn. Ah. Mensen, ik heb 2 ongelukken gehad in een korte tijd. I cannot handle this one. Maar je komt altijd veilig met mij. Dat weet je. Dat is waar. Maar dit ging bijna mis. Het gaat gevaarlijk, maar we komen er wel. Wat zeg je? Nee. We komen veilig aan jongens. Amen. Jullie zien het straks. Amen. Ja. Amen. Ciao. Nou jongens. We zijn Free Karo. Zij staan daar gehouden. Zie, ik zeg jullie net. Karo reed als een Schumacher. En kijk. Kijk even jongens. Mijn hart zat even in mijn reet hoor. Ik neem mijn hart. Hi! Ja. Dat is ook in de video toch? Ja. Nee, jullie hebben mij geknipt, verdomme. Dit is een boete, dit hè? Boete? Nee, dit is een boete, even serieus. Nou, jongens, we zijn weer op locatie. En ik ga eventjes een kleine rondleiding geven. Wij zijn hier bezig. Mary is een motherfucking deal, man. Al die topkruis van mensen van Mary. Snap je? Behalve trappen al. Of voor de rest. Opblazen. Moven zwaar op, broer. Ik ga opblazen. Zeg ze, Mary. Ja, snel. Maar Mary zegt, we stoppen met die ding. Je moet zeg maar één mogeluidje erachter zetten, toch? Ja, ik stop even ja, het is achter de schermen, jongen. Exclusief beeld. Krijgen jullie niet ergens anders te zien, hoor. Alleen bij mij. Je blijft me alsjeblieft. We hebben een notertje. Nee, ik ben bezig met proberen een NP-locatie. Dat is niet openbaar. Mensen, zeg even wat, jongen. Hé, kijk dames, we hebben afblazen van Biggie Dango met Kill. Check jullie die vlog. Check jullie die clip. En we zijn nog lang niet klaar, hè. Oké. Blijven kijken. En wat zoek je, jongen? Wat zoek je? We zoeken een miljoen. Wat denk je dat ik zoek? Oké, dan. Shout-out naar Gil. Weet je, vervolgen. Want, veel te beleven. Locatie 2 en daar gaan we dan. Dit is de setting. We zijn nu op locatie 2 en een clipshoot is. Het duurt zo freaking lang. Ik weet niet. Voordat de setting überhaupt is gezet zoals die moet, zijn we weer een paar uur verder. Het is freezing koud. Echt niet normaal, niet te doen. Hierachter gebeurt het allemaal. En ik zie nog wel hoe lang het volhoudt. Maar het doet niet zo. We'll be right back.
Nou, people. Zoals ik erbij lig, ik dacht, laat mij jullie maar eens even laten zien hoe ik erbij lig als ik mij gesloopt voel. Ik heb de hele middag al hoofdpijn. En ja, ik weet niet of dit bijwerkingen zijn dat ik me futloos voel na die sappen. Gisteren ging het hartstikke goed. Vandaag wat minder. Ik heb ook gewoon wat gegeten. En ik heb paracetamol ingenomen. Ik voel me beroerd. Misselijk. Maar ik voel me toch niet goed. Hoi guys, mijn moeder liegt gewoon, hè. Doei. Waarom lieg ik dan? Omdat u... U liegt omdat... U liegt omdat u ziek bent. U doet alleen zo omdat u goed doet. U voelt u wel niet goed, maar... U bent niet ziek. Maar ik heb toch nergens gezegd dat ik ziek ben? Ja, maar dan had ik... ik heb hoofdpijn. Dus jij vindt dat ik me aanstel? Ja. Waarom? Ik voel me toch niet lekker? Ik voel me toch niet lekker? Nou mensen, zo word ik dus verzorgd door mijn dochter en ze vindt dat ik me aanstel. Terwijl ik me echt beroerd voel. Ze liegt. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe dagvlog. Ik heb nu de 3-daagse sappenkuur afgerond. En zoals ik aangegeven had, zou ik na de 3 dagen beginnen met sporten. Nou, belofte maakt schuld, dus daar ben ik dan. Ik ben vandaag bij... Waar zijn we, Robert? FFC Bijlmer. FFC Bijlmer. En ik ga jullie straks een rondleiding geven in de gym zelf. Ik neem jullie eventjes een klein stukje mee om een preview te geven... wat er nou vandaag allemaal gaat gebeuren. En... we lopen hem gelijk tegen het lijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is mijn vader, Lucien Carbin. En ik neem jullie zo mee in de les. Ik zie jullie zo. Nou, we zijn hier met Robert Westmaas. Robert Westmaas kent mij vanaf ik baby ben eigenlijk. En zo lang is hij dus al een memberlid van FFC. We zijn een kleine, fijne sportschool. Kijk, dit is... Hallo jongens. Hi. Stel jullie even voor, wie zijn jullie? Hi, ik ben Jonas van Elite Therapie. Dit is Mark. Hi. En dit is onze praktijk. Oké, cool. En wat doen jullie hier dan? We doen hier oefentherapie, orthopedische revalidatie, 4KT-methode. Eigenlijk alles wat aan je lichaam scheelt, alle lichamelijke klachten die verhelpen wij. Oké, dus hebben jullie lichamelijke klachten jongens? Nee, kunnen jullie bij FFC in de Bijlmer terecht? Ja. Nou, nu zijn we in de... Skyboxruimte. Oké, en hier gebeurt eigenlijk het echte werk. Ja, hier worden de killers ontstaan. Killers, de kampioenen komen hier vandaan. Oké dan. Ja. Ja, en vertel, welke toppers komen eigenlijk al van FFC vandaan? Zo jongen, kijk, dat zijn er echt heel veel. Ik ken ze niet eens allemaal. Maar voor ons geluk hebben we vandaag eentje die ook aanwezig is. We gaan het even meenemen. Killer Queen herself. Maandag, woensdag en vrijdag hebben we voor de beginners kickboxers, dus jeugd, hebben we hier les. Dat worden door twee andere trainers gegeven, de Quincy en onder andere Cobra Rutsel. Okay. En af en toe val ik ook in. Ja. En dan hebben we de wedstrijdgroep, die traint ook op maandag, woensdag en vrijdag. Ja, die beginnen dan om 8:15 tot 9:00. En dan hebben we dinsdag en donderdag hebben we een 18 plus
kickboxgroep. Dus okay. Mensen die nog nooit hebben gekickboxd of het een beetje eng vinden. Ik heb een partnergroep gecreëerd. Oh nice. Doe al een half jaartje. En dan leer je echt de basis. En wanneer ze gevorderd zijn, dan kunnen ze doorstromen naar de gevorderde groep. Oké. Okay. Dus net al aangaf, die training op maandag, woensdag en vrijdag. Oké, okay, dus ze hoeven niet bang te zijn dat ze gelijk tussen alle killers terechtkomen? Nee, je hoeft niet bang te zijn. Okay. Je hebt van die jongens die zo groot zijn. En we hebben van die, nee, ze kunnen gewoon komen. Oké, okay, top. We zijn niet bang te en we hebben ook ochtendtraining. Dat zoals nu. Maandag tot en met vrijdag. Dat wordt gegeven door de master zelf. Ik kom net binnen. Dus jij gaat die. Woe. Woes. Tiffany. Wauw. Jullie hebben zojuist een rondleiding gekregen in FFC Belmer. Ik zou zeggen, mocht jij geïnteresseerd zijn en willen starten met kickboksen of personal training, of heb je last van je gewrichten en heb je een fysio nodig, kom naar FFC Belmer. Ik ga me nu klaarmaken om te beginnen met de les. Ik weet niet waar ik mezelf inzet, want het is voor mij enige tijd geleden. Maar we gaan het doen. Opgeven is geen optie. Dit wordt leuk, ik zie jullie zo. Goedemorgen, onze laatkomer is er. Robert, kun je even vertellen wat er met de laatkomers gebeurt? De laatkomers moeten vaak opdrukken of ze moeten incasseren om een minuutje. En dan mag iemand mag lang zachtjes slaan. Zie je wat ik bedoel? Zachtjes. Ik heb er deze erin aan. Ik ga flauw van. Firmware gedaan. Dan moeten we even kijken hoe dat allemaal weer werkt. Okay.
jungle. Gedaan? Je mag blijven, je krijgt een abonnement. Ja, ik krijg een abonnement. Ja, ik heb het gehaald, jongens. Yes, oes. Dat die bal op je schouders vallen. Niet in je nek. Yes, een beetje meer. Juist. Zie ik gaat het nog? Ik ga dood, mensen. Maak alles voor een healthy lifestyle. Ik heb jullie gezegd, belofte maakt schuld. Ik ben ervoor gegaan. Ik doe het goed, ik hou vol. Zie jij nog? Stop. Altijd borst naar voren. Je stapt mooi naar beneden. En je komt tot het midden. Dus je komt niet helemaal omhoog. 1, squeeze. En naar beneden. En je komt niet helemaal omhoog. Zo. En dan squeeze die binnen. Juist, dat is het. 3. Je hebt de leiding. Kijk, ze zijn vervelend. Kijk, herrieschoppers hoor. Dit zijn herrieschoppers. Ik wil wel. Hoe gaat het lekker? Jongens, dat is een nette buurt. Hallo jongens. De driedaagse detoxcure zit erop. En hoe heb ik het ervaren? Ik ga jullie een korte review geven hoe mijn ervaring was. En ik ben heel benieuwd naar de mensen die hierna een pakket gaan bestellen. Hoe jullie ervaring zal zijn. Voor mij was het zwaarder dan ik dacht. Omdat het bleek dat ik de detoxkuur niet mocht afmaken zonder daarbij voeding te gebruiken. Dat komt omdat ik niet zo lang geleden geopereerd ben. En ik dus wel degelijk
de voeding nodig heb. Maar goed, mocht jij het willen doen, laat het dus even bij je huisarts eventjes checken of jij medisch bent of niet, voordat je eraan begint. En, maar goed, ik heb er energie van gekregen. Ik ben er 1,5 kilo door afgevallen. Het was voor mij fijn om het gevoel te hebben dat ik mijn lichaam weer even kon ontgiften. Naar alle gezelligheid. En ja, ik zou iedereen adviseren om te doen. Mocht jij nou interesse hebben om het ook te doen, bestel je pakket dan via de website. Die zet ik hieronder. En met de kortingscode GIL15 krijg je daar ook nog eens korting bij. Dus waar wacht je op? Als ik het kan, kan jij het ook. Oké, ik ben weer lekker gedoucht en omgekleed. Ik ga nu even snel richting Horen. Heb ik even een afspraak. En daarna weet ik het even niet. Maar ik ga nu gauw rijden, want ik ben al laat. Ik zie jullie zo. Hallo jongens. Nou, dat was een goed gesprek. En ik ga nu weer terug trekken. Ja, dankjewel. Ik ga nu weer terug richting Amsterdam. Nou jongens, daar ben ik weer. Ik kom net van een heel goed gesprek. En er komen heel veel leuke nieuwe dingen aan, hopelijk. En ja, ik kan niet wachten om het met jullie te delen, om het jullie te laten zien. Soms denk ik van ja, het komt ineens allemaal tegelijkertijd. Maar ja. Niks komt voor zijn tijd. En ik geloof erin dat dit nu de tijd is. Dus ja. Ik ga nu rijden weer naar Amsterdam. En dan zie ik jullie zo. Hallo guys. Het is weer zover. Ik zit weer met de wallenbewerker. De iPads. Maar welkom allemaal bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag donderdag. En ik open de dagvlog. Weer eens met een bommetje, want de girl gaat naar Burna Boy. Ik ben zo enorm happy. Ik heb mijn kaartje gekregen en ik ben echt zo'n geliefd persoon. Thank God, echt. Maar ik krijg zoveel in het leven, ik ben daar heel dankbaar voor. Echt, de mensen om me heen. Zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen hebt, echt waar. Wees ook goed voor je mensen, want dan krijg je ook goed terug, hè? Ja, ja, belangrijk. Maar goed, ik ga me dus klaarmaken. Ik wacht even op mijn kapsel. Ik ben nu bij mijn moeder. Ik ga me hier klaarmaken, want het is in Amsterdam Zuidoost. Ik ga me lekker optutten. Ik neem jullie lekker mee zo. En dan zien jullie hoe ik het ervaar bij Burna Boy. En ik zie jullie zo. Peace. Nou jongens, ik ben nu... mijn reddende engel is er voor vandaag. Ik ken haar niet. Ik heb haar vandaag voor het eerst gezien. Maar ik ben nu al blij met haar, want ze is me komen helpen. Zij gaat mijn haar fixen. Jullie gaan straks zien wat het resultaat is. Zoals jullie zien zit ik half in de make-up zoals altijd. Ik ga me even snel klaarmaken. Want Gil is weer eens laat zoals altijd. Ik moet om 8 uur op Belmer station staan. En het is volgens mij 7:30. Dus ik ga gauw door. En ik laat jullie zo zien wat het is geworden. Zo. Ja. Ik heb me gauw klaargemaakt en ik ben nu onderweg naar Ziggo Dome richting Burna Boy. Dus ja, ik neem jullie mee en ik laat jullie zo zien wat daar allemaal gaat gebeuren. Nou jongens, we zijn aangekomen en het is almost showtime. Ik ben met mijn girl Soes en we hebben er zin in. Yes, Kunnen we onze jas afhalen? Of fashion is daar? Oh, oké. Okay. Hi. Hi. Thank you. We inside. Not outside, but inside. Nou, people, wij zijn bij de kluisjes en de is al bezig. Dat is balen. Maar, jongens, we zijn al begonnen voor een beter leven. Wat zeggen jullie, man? Ben je de racer? Oh! Ben je de racer?
Everybody got to die one day, baby, 6 feet under. I drink, but we no good judge you. My brother, Jameson.
dit is oké. Quand on va faire des salades, quand c'est trop vivant, tu sais quoi, on a tout prévu d'être séparé. Baby, all in that. Angela, Angela,
I want to see all the lights, each and every light. We're going to make this special. We're in Amsterdam. MD. Different things, then mapping it, schemes and packaging. In a one night, four shows, I'm juggling it. Flow like the ocean, my boat, I'm paddling. Jada, she no fella, that's not bro, my family. Bros and chains, when they come to money and they concentrate. Make a tell you straight, you will not mind me. If you become sure, I'll be well to stay. But my people know, so I'm no one guy. I don't want guy, I don't want women. I want enjoy, I want job life. I want buy my soul, I want be right. I still want to know. Naar vlog, hè? Oké, okay, dan. Volgers. Kom op. Kom zie, maar kom ben je al geabonneerd? Tuurlijk. Oké, okay, dan. Dat tuurlijk. Is belangrijk. It's the day after. Oh, I look terrible. Look at the fit people. It's niet te doen. Gisteren? Vandaag? Is dat oké? Okay? I know. But you know. Ik heb geen kracht vandaag. Het is gisteren gewoon mega gezellig geweest, dat was echt top. Maar ik ben echt, echt brak. Ik weet ook niet hoe, ja, ik weet het misschien wel, maar ik heb echt mond gemaakt gisteren. Oh, ik heb ook spierpijn, jongens, nog steeds van het sporten, hè. En gisteren ging ik, dacht ik dat ik danseres was, professioneel danseres of zo. Wacht even, want het gaat mis hier. Het ging mis, maar goed, ik ben even in Zuid. Ik ga even een stevige zoutensoep eten. Hopelijk brengt dat me weer een beetje opkracht. Dit is het niet, jongens. Dit is het niet. Ryan Little. Nou jongens, ik ga lekker heerlijk eten. Hoi jongens, we zijn lekker uitgegeten en wij wachten nu op het toetje. En het wordt nu klaargemaakt. En dan wordt het smullen glaasje. Laat jullie zo smulletjes worden. Hallo allemaal, het is vandaag alweer zondag, dat wil zeggen het einde van de weekvlog.
Ik heb beelden voor jullie proberen te pakken en vast te leggen wat ik deze hele week heb gedaan. Vandaag heb ik niks gefilmd, want ik was weer eens kapot van zaterdag. Maar ik neem dit filmpje even voor jullie op, omdat ik snel even naar huis ben gekomen om wat spulletjes te pakken voor morgen. Ik ga weer bij mijn moeder slapen. Ik slaap al 4 dagen bij mijn moeder, jongens. Hartstikke fijn natuurlijk, die warmte van mama. Maar morgen ga ik weer echt naar huis. Het kwam gewoon eventjes handig uit om weer even bij mijn moeder te zijn. Alles was in die buurt. En ik vind het natuurlijk ook gewoon fijn om bij haar te zijn. Maar goed, dat terzijde. Ik maak dus eventjes snel een einde aan deze vlog. Omdat ik jullie toch netjes wil bedanken voor het kijken. Ik vond het hartstikke gezellig weer. Ik hoop dat jullie volgende week vlog weer zullen terugkomen om te kijken. Abonneer, like, vergeet geen comment. En ik zou zeggen, ik zie jullie volgende week. Nou, Gil. Oké, we gaan beginnen. Hallo Denzel, vertel. Wat vond je van de wedstrijd? De wedstrijd is gestart. Nummer 1 supporter van ons. Oké, nou jongens, het is tijd om te starten. Jongens, ik ben zo benieuwd hoe ik dit ga ervaren.